Als je ziet dat de sojamelk 85 cent de liter is, mm-hmm. en het eigen merk is ook 85 cent de liter, gaat gewoon niet meer zo heel veel schelen. En nu deze week is alles €1,19, dan kan je net zo goed de plantaardige versie nemen. Maar je moet net de trucjes weten waar de goedkope producten zijn en welke je kan gebruiken. Ga jij nou elke week door alle schappen heen om alle voordeeltjes eruit te halen bij alle supermarkten? Ik niet in mijn eentje, maar ik heb een team van ongeveer 10 meiden die mij elk weekend helpen door alle folders heen te bladeren om de aanbiedingen te zoeken. En wat je afgelopen tijd steeds vaker ziet, is dat meer dan de helft van van de aanbiedingen plantaardig zijn. En zonder dat mensen het weten. En dat is de reactie die ik ook vaak krijg, dat ze zeggen, oh wat fijn, het is en in de aanbieding en ik leer nieuwe vegan producten kennen. En dat is het doel van Judith, a.k.a. Bonus Vegan op Insta. Vegan zijn is makkelijker, maar ook goedkoper dan je denkt. Het is een van die vele vooroordelen over veganisme, dat het allemaal maar een dure en moeilijke hobby is. Er vallen echter lekker Nederlandse vegan voordeeltjes te scoren in jouw supermarkt. Op haar website en Instagram met ruim 20.000 volgers post ze elke week van die vegan voordeeltjes. Dus Judith, wat is er deze week in de aanbieding? Kijk, bijvoorbeeld een product dat vegan is, is Hagelslag. Eigen merk. En dat is dus de goedkoopste, zoals je ziet uit deze. En dus vegan. Maar bijvoorbeeld ook speculoospasta van het eigen merk. Daar zit ook niks dierlijks in. Dus je kan heel makkelijk de keus maken om dan te zeggen, ja, we doen toch lekker broodbeleg, maar dan zonder iets dierlijks erin. 5 jaar geleden, ik weet nog precies, maart 2017, zag ik op het nieuws beelden uit een slachthuis. En daar was ik echt letterlijk ziek van geworden. Ik was er echt misselijk van. En toen dacht ik, als dit is wat het met mij doet, dan wil ik daar mijn geld niet meer aan uitgeven. Dan wil ik daar niet meer aan bijdragen. En dus besloot Judith alles uit haar huis stapje voor stapje te vervangen voor plantaardige alternatieven. Okay. Inmiddels heeft Judith samen met haar speurteam in 2021 een Vegan Award gewonnen. En supermarkten hebben tegenwoordig een breed veganistisch assortiment. Zeker 5 jaar geleden was er in de supermarkt nog niet zoveel als dat er nu is. Dus het was inderdaad heel veel tofu en tempeh. Maar nu is het een walhalla in de supermarkt en kan je echt zoveel krijgen. Doe het stapje voor stapje. Dus kijk en onderzoek. Welke producten lijken jou goed om te vervangen? Of zou je een keer anders willen proberen? En ga op zoek